mijn hoek te wachten op Rita Ora. Elsa en Elsa zijn aangekomen hoor. Let it go. En nu hebben we deze matching look aan. Dit is toch een bizarre ervaring hoor. Made it to France. Ik ben echt blij dat we nog een half uur hebben om ons te make-uppen. Jij ook hè? We gaan als eerste activiteit meteen naar de Magnum Bar waar we ijs gaan customizen. Ik kan echt niet wachten. Echt zoveel zin in. Oh, het is hier heel lekker weer. Ik heb echt zin in deze trip. Ik heb echt zin in het ijs, man. Ik ook. Jij blijft hier volgens mij gewoon in je jas zitten totdat we echt over 1 seconde moeten gaan. Oh ja, fuck, we moeten omkleden. Ja. Maar, mijn koffer. Check ons balkon. Het is al ver. Ik heb dus last minute om 4:30 een jurk uitgehaald. Die ook gebeurt dit, heb ik net opengekrapt. Nee, maar je ziet er helemaal top uit. Ik zag gewoon. We hebben allemaal huidproblemen opeens weer, is echt irritant. Ik ook. En nu wil ik natuurlijk die jurk aan. Het is hier veel warmer dan ik dacht. En ik ben helemaal in mineur, in first world mineur ervan. Zijn we aan het preppen? Ja. Één hand krullen is best moeilijk. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Dio heeft een paar leuke pakken. Giorno. Wil je ze laten zien aan de mensen terwijl ik mijn haar met één hand probeer te krullen? Wat? Wat wil ik laten zien? Wat je aan doet. Ik trek, denk ik, overdag mijn Cookie Monster pak aan. Heerlijk. Ik ga dat denk ik doen met een stipjes blouse. Ja, ja, toch? Ja, is nice. Grijs baretje, maar voor vanavond, dan komt de topper, heb ik een cordelrooi. Ja, dat is heel nice. Oh, met deze shoes. Nu is de deze eronder. En dan deze die ik nu op heb. Ja. En nu is de vraag, doe ik dan nu deze jurk aan bij dit blauwe pak? Of zijn we dan een soort ice skating duo? Ja, maar dan, ja, dan zijn we frozen. Ja. Dat klinkt goed in mijn oren. Ja, wel. Ja. Oké. Ik heb even gegeten. Ik heb vanochtend dus om 6:00 allemaal werk gedaan. Zodat ik nu een beetje afstand kan nemen en een beetje kan genieten. Het blijft toch altijd moeilijk als je op reis bent terwijl het ook gewoon een werkdag is, maar ik ga zeker mijn best doen. Wij gaan zeker ons best doen. Welkom bij Frozen the Musical. Elsa en Elsa zijn aangekomen hoor. Let it go. Let it go. Kijk dan, jongens. Waar we nu zijn joh, dat is echt gestoord. We zijn aangekomen bij de Magnum Beach Club. Hier is appel is overal. Behalve hier. Zeel Zielig is 97 en ze voelt zich onwel. En in plaats daarvan krijgen wij Rita Ora. Oh, die twee keer gaat optreden. Ik dacht dat we ja, wat andere merken hebben we nu uitgenodigd. Die zit dan gewoon hier. Oh shit, dit kan ik totaal niet zeggen. Snap je, Magnum. Nee, niks lekker als een Magnum. Zo, we hebben al is de lekkerste ijs van de hele wereld. Hey. We gaan nu naar de Customize Bar. Waar we een blanco ijs krijgen en super lekkere toppings. Ik ben, oh, het uitzicht hier is echt sick. Niet normaal, jongen. Is hij lekker? So, yes. You need to pick your 3 toppings. Yes. Put them in a shaker. Okay. Give them a shake. And then we dip the ice cream. Okay, cool. Oh my god, so much options. Only 3? Well, I mean, it's not a rigid rule. I'll put a few more. Oké, ik ben het druk aan het shaken met toppings. Ik heb ze wel een beetje op look gekozen, moet ik heel eerlijk zeggen. Een soort lavendelbloemetjes. Het is echt super mooi. Ja. Oh. Dip in and quickly lift up in the air. And one more dip. And quickly up. Lovely.
There we go. And nice. Oh, I like it. Can I get a picture of you with your finished creation? Yes. Lovely. Een soort boutique magnum met bloemetjes, balletjes. Yay! Nu even lekker een lunchje voor mij in de tent die ik even niet meer weet hoe die heet. En achter mij wordt verse vis bereid. Yes! Ik heb zoveel brood als ik erin zou zetten. Wel even te wachten. En ik kom nog enorme borden aan. We zitten even in de guest appearance in de vlog van deze meiden. Super lekker gegeten. Zo veel. Zo lekker. Als iemand ons heeft mij gewoon leven laten eten. Ja, draai. Ze zei ja, eet het eventjes één. Nou, ik had het opgegeten. Je hebt leven gegeten. Lekker dan. Ja, dit is wel het moment om iets te proberen. Ja. Ja. Oh, we hebben ook. We hebben ook. Alles proberen in het leven. Kijk, ik ben blij dat ik aan de andere kant van de tafel zat. Maar de avond is nog niet voorbij. Nee. De avond is nog niet voorbij. Het gaat hier ook heel goed. We zitten nu wel een beetje op een lekker wijn. Ja, ik denk dat we wel even wijn moeten. Ja, dat denk ik ook. Ja. Zit hier in een hoek te wachten op Rita Ora. Ik vind het toch een bizarre ervaring. We zitten lekker in een VIP-hoekje. 20 mensen ongeveer zijn hier. Nou ja, wat zou het zijn? 60 man? 30 influencers. Oh ja? En dan heb je daar het normaal. Oh ja. Oh nee. Oh. Zo lekker. En Rita gaat zo optreden. Ik vind het echt sick. This is a very special campaign for me, as I've always been vocal about the importance of living by your own rules and not giving a damn what other people think. Talking about not giving a damn, I had imagined myself on the beach today with my Iris Magnum in one hand and a glass of rosé in the other. But on this occasion, I've agreed to listen to the professionals, and unfortunately, wine is off the menu for the foreseeable. Not Magnums though, I will not let them keep me from my ice cream. Very warm can welcome to the incredible Rita Ora. Thank you for the introduction, you're so sweet. Oh, and that's Luke. I'm going to sing you some songs today. Thank you very much, Magnum, for having me. Ronde 2. We hebben ons even neergestort op bed en nu hebben we deze matching look aan. Hatsa! We zijn aangekomen bij de plek waar ze een heerlijke muziek draaien. En weer zijn wij en deze dames perfect color coordinated. Zo over de top en het past zo goed bij ons ook. Ik zie dit wel. Hij wordt er sowieso uitgeknipt. Nee joh, dat is leuk. Ook doe wat jij zei over Oreo's. Wat? We hebben met alle mensen eigen Oreo's. We zitten hier, we gaan heel veel eten en dan gaan we weer naar een feest. En waar enorme bellen bij. Ja, die zijn zo groot als ons hoofd. Minder groot dan mijn schouderflink, dat dan weer wel. Wat gaan we straks aan doen? Optreden? Dansen? Dansen? Getting in the car and you do things. Got cars with a little change.
Goedemorgen, ik heb helemaal geen stem meer over. En ik ga nu naar het ontbijt, maar volgens mij ben ik verkeerd uitgestapt. Ik hoor wel pianomuziek. Zou het hier kunnen zijn? Oh ja, dit heb ik aan. Blazer, een frettasje. Ik ben weer thuis en ik ben sjaal over mijn keel. Dit lekkere monster ligt op de bank. Ik ben nu noedelsoep voor ons aan het maken en we kijken, ik vertrek. En dan gaan we zo meteen undercover kijken op Videoland. En het is weekend! Ik kan niet wachten om lekker een hele avond op de bank hangen. Wat echt het lekkerste gevoel van de wereld is af en toe. Ik ben benieuwd wat jullie aan het doen zijn. En ik ga even mijn koken en slag maken. Het is zondag en ik ben nog steeds echt heel erg verkouden en mijn stem kwijt. En ik voel me heel moe en energieloos. Ik heb net gesport en totaal niet goed mijn best gedaan. Maar in de basis heb ik toch gewoon best wel een hekel aan fysieke activiteit. Dus blijf pushen. Maar ik vind het gewoon goed dat ik ben gegaan. Ik ben nu lekker omelet met spinazie, tomaat, ei en huttekees aan het maken voor mij en Jordi. Dan doen we ons ritueel van Parool en Volkskrant lezen en gaan we lekker de stad in. En vanavond gaan we op date night. We gaan uit eten bij Jacobs, waar we één keer eerder hebben gegeten. En ik obsessed was met het brood met zeezoutboter. Het was echt, er zit iets in. Volgens mij rozemarijn of zo. Het is echt het lekkerste ooit op broodgebied. Dus daar heb ik heel veel zin in. Super gezellig. En leuk om af en toe echt zo fancy op date te gaan. Ik ga iets moois aan doen. Ik ga me mooi opmaken. Heel veel zin in. Het is in de making. Ja, super simpel natuurlijk. Het gaat iets beter inmiddels. Ook misschien omdat deze vrienden erbij zijn. En we zitten lekker in de zon. Even wat te drinken, te wandelen. Ik moet de hele tijd pitstops maken omdat ik te duf ben. Soms heb je gewoon van die dagen en dan kom je gewoon niet vooruit. Dan denk je echt alsof je een soort van verkeerd wakker bent geworden en gewoon geen energie meer in je hebt. Jullie zitten lekker naast me. We zitten een beetje over onze toekomstige levens te fantaseren waarin we kinderen hebben en vakantiehuizen in Italië die we dan helemaal gaan opknappen tot leuke bed and breakfasts die ik dan in ga richten. En ook omdat we heel veel Ik Vertrek kijken. Zo'n leuk programma ook. Is dit ook een droom van jullie om ooit naar het buitenland te trekken? Het lijkt me echt heel prettig. Ook heel pittig. Oké, dat was het eigenlijk wel een beetje. Oké, daar. Lekker aan het wandelen door de Haarlemmerstraat. Zo lekker weer. Oh, I can't. Ik heb ook voor de miljardste keer op rij deze jurk aan. Met een glazert en mijn Chanelletje. Hallo. Altijd fijne looks. Van die maxi jurken. Ik ben er echt dol. In Amsterdam-Oost, wat ook echt een hele leuke buurt is. Ik zou me echt wel goed kunnen voorstellen dat ik hier ook ooit zou wonen. Best wel kans dat Jordi over een tijdje bijvoorbeeld bij mij komt wonen. En dat we dan nog een tijdje bij mij zitten. En dan ons even rustig gaan oriënteren. Zo leuk om over na te denken. Soms weet ik niet wat ik al heb gefilmd trouwens. Dus het kan dat ik het net allemaal heb gezegd. Wij zijn ook zo hongerig. We zijn ons al sinds vanochtend hebben we iets ontbeten. En sindsdien zijn we onszelf aan het starven. Omdat we willen, ultiem willen genieten van dit fucking lekkere eten bij Jacobs. Maar nu hebben we echt een soort hongerduizeligheid. We kunnen niet meer. We hebben zoveel honger. Nu gaan we dus een half uur van tevoren gewoon kijken of we al hier naar binnen kunnen. Want anders ga ik gewoon echt kaasstengels ergens bestellen. En ik wil het gewoon niet. Jij zegt ook gewoon niks meer. Nee. Ja, jou loopt gewoon als een hongerige hijger. Als een lange kaastengel. Als een lumpia XL.
Ik dan als bitterbal op pootjes. Zo mooi, jongens. Opscheid. Hey guys, het is weer een nieuwe week en ik had geen afsluiter gefilmd, dus deze look zie je volgende vrijdag. Ik film het op mijn telefoon, want mijn vlogcamera is weer stuk, niet door mijn schuld. Daarover later meer. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en doe even een thumbs up als je deze video leuk vond. Vergeet niet je te abonneren en ik zie je heel snel weer. En check ook even IGTV, waar ook dit soort make-up tutorials op staan. Hoe ik elke dag een soort glowy healthy look maak met een paar producten en in een paar minuten.